Grown men acting like divas, bandies, I'm around needles, bandies, wearing all diesel, trap busy smoking on diesel. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Nederlandse drill. Jullie hebben mensen gelinkt en we gaan gewoon daarop reageren. En naar jullie voor de 50k weergave. We hebben gewoon 50k weergaves gehaald. En naar jullie sowieso super veel liefde. Laten we het gewoon pushen naar de 100k. Laten we de abonnees pushen naar 1000k abonnees. 1000k, zeg ik allemaal. Naar 1k abonnees. En we gaan er gewoon voor, man. En naar jullie sowieso love. Comment hieronder welke video ik volgende keer op moet reageren. En abonneer sowieso als je nieuw bent. We gaan gewoon reageren, man. Love. Amsterdam. Hoe heb ik nooit van hem gehoord, man. Als jullie zo dat jullie met hem hebben gelinkt. Ik dacht eerst dat hij anders zou komen in die tune. Je dacht, hij kwam gelijk bam. Toen was gelijk begonnen, je dacht, dus ik was daar niet ready voor, maar gaat kwijt. In de wijk, ik ben met Hees. Geen bief, ik had no face, no case. Hees, vier kietjes gaan mee. Vier kietjes weg, ik ben op de weg. Ik stap naar hem, maar hij was haket. Tika's back, iedereen weet het. Ze hebben respect voor mij in de gang. Fokken met VK, je bent weg. Geen shank op mij, ik smoke met tech. Hij geeft de man, bro, je bent weg. Als je op diep, zie je die man, ik wet. Niet te run als je in als ben, als je kies, ga ik zo meteen met hem. Die beat is wel een klein beetje aan de drukke kant. Eerder. En hij rapt ook best wel... Hoe moet ik het zeggen? Hij zegt wel snel dingen achter elkaar en zo. Dus dat loef ik niet echt zo, maar. Zeg maar die beat, maar. Zeg maar die tune en die clip, hoe het er nu uitziet, is wel gewoon gaan, weet je toch? Palace alleen voor hem, ik weet dat hij hard, maar hij is ook fan. Jij wordt gerezen in je eigen buurt. Sta voor je deur terwijl je schuurt. Volgens spiegelt wat door je muur, je broer spiegelt wat door je muur. Hou me niet aan te met de bus, man. Wat die wet is, ik blaas met kans. In de wijk, hoe snel op ons, jullie denken bij de liefst, broer. Ze zijn van jas, want erbij heb ik ook gewoon. Van jou, die zit me ook breed. Als je kreeg en ik met z'n chain. En ik met z'n kreeg en ik met z'n chain. Dus die mannen daar in hun 229 en ook in hun 72. Jullie weten bij van de 73. Wat schoen schat ik blaas in z'n knie. We hebben die band, die groei en die packs. Ben ik alleen z'n mijn web PHS. Tony op deze receptie RS. Jullie op deze speelt met een S. Want daar wanneer ging mijn weg. Alles blik als ik ben mijn S. Ik heb een rook zin voor je test. Maar op beneden zijn toen het rest. Door de dag in mijn fucking back. 73 is mijn fucking fam. Als ik hem weer even een keer ga dam. Al die mannen vandaag zijn fan. Ik zeg je eerlijk, ik vind die tune wel een klein beetje te druk. Wat hij redt is hard, maar op een andere beat zal het denk ik harder zijn, man. Ik vind het een klein beetje te druk, man. Ik weet niet, man. Misschien moet ik het nog een keer zo meteen gaan luisteren, om het even te beseffen, maar ik vind die beat iets te druk, man. We gaan door. Nog een keer 7-3. VK, jullie hebben me gelinkt met VK, Choppen, RB en Stax. Schietgevaar. Laten we die gaan checken. Man. Dat was die vorige boy. Oh, die man zat...
Die man zit of zat vast. Daarom heet die tjong voorwaardelijk. Je bent hier, ja, man. Ik was lekker Ik vind Chubba's een flow wel fat. Ik vind Chubba's een flow wel lauw. Dus laten we even opnieuw hier. Ik dacht hier laatst aan. Stel, je zou zeg maar Nederlandse rappers vergelijken met UK rappers. Dus laten we zo zeggen, dit is een voorbeeld. Je hebt zeg maar TV. Op wie zou hij lijken in, zeg maar, als wie zou hij zijn in UK, zeg maar. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar stel, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, man. Je hebt gewoon twee rappers, toch? Je hebt Nederland eentje en je hebt in UK eentje. Welke zouden zeg maar echt een soort van een goede deal zijn, zeg maar, die hetzelfde soort van klinken. Laat me het zo zeggen. Dus laat me weten welke groepen of rappers een beetje hetzelfde klinken of weer toch een goede deal zouden kunnen zijn. Daar dacht ik laatst aan, ik heb het een beetje slecht verteld, maar ik hoop dat jullie het een klein beetje begrijpen, man. Wat betekent dit eigenlijk dan? Wacht. Zo. Wat betekent dit, mensen? Ik zie dit vaak in hun clips, man. Wat betekent dit? Laat me weten. Alleen even maar mijn cijfer. Die DK, ja, dat is mijn slime. Yo, 7-3 is op kruim. Hey, yo, mijn broer zat gelijk. Laat hem het alleen even maar mijn cijfer. Die DK, ja, dat is mijn slime. Yo, 7-3 is op kruim. Ze praat een film, maar ze blazen niet. Big guns en sticks en ze wapen zien. Ik praat niet veel, nee, ik hou van schieten. Deze jongen die is raar verliefd. Ik hou het gek als ik wapen zie. Als die bullet niet was gekikt. Ik hou het gek als ik wapen zie. Als die bullet niet was gekikt. Deze gaat kwijt, deze is wel aan. No cap. We gaan door, even naar die mannen sowieso, even naar 7-3. We gaan van 7-3 gaan we naar andere boys, Delly, X Babyface, XL, So 2, OBS en Tomo. Dat we gaan reageren. Zeg wat van de snappers. Hey, je weet Chino van een PE, bro. We kunnen buigen, maar niet breken, broer. En broer, vergeet je deur te maken, bro, want er komt veel boetes uit deze. Come on, my guy. Thank you.